en 7. Badhuis aan de Daalseweg. Tegenwoordig zijn bijna alle woningen uitgerust met een douche en of bad. Maar 120 jaar geleden was dat nog geenszins het geval. De arbeidswoningen uit die tijd hadden die nog niet. Dat was luxe voor rijke lui. Langzaam kwam er meer aandacht voor hygiëne. De woningbouwverenigingen besloten over te gaan tot de bouw van gemeenschappelijke badinrichtingen. Dat was een hele verbetering voor de stadsbevolking, die sinds 1878 alleen een drijvend zwembad met enkele badkuipen en stortbaden aan de Waal had gekend. Door het steeds vuilere rivierwater was het propere er toen bij de Nijmegenaren wel vanaf. Gelukkig kwamen er badhuizen in het begin van de 20e eeuw. Het badhuis aan de Daalseweg werd in 1927 door de gemeente Nijmegen gebouwd. Bezoekers konden daar kiezen uit 8 badkuipen en 17 douches. De kosten voor een stortbad, dat is een douche, was 20 gulden cent en voor een heus warm bad 35 gulden cent. Had je de keuze gemaakt en betaald, dan kreeg je een handdoek en een stukje zeep. Je nam plaats in de wachtkamer, mannen links en vrouwen rechts, strikt gescheiden, net als bij de douches en badkuipen. Zelfs de fietsenstallingen waren gescheiden. En er was natuurlijk een klok die de tijd in de gaten hield. Je ging dan het hokje in en de badmeester zette de klok die op de deur zat. Als het tijd was, klopte hij op de deur en moest je eruit. Een geduchte concurrent van de door de gemeente gesubsidieerde badhuizen waren in de jaren 30 de openluchtzwembaden en het Sportfondsenbad in Oost. In september 1944, tijdens de Tweede Wereldoorlog, ging het drukbezochte badhuis dicht en werd het opengesteld voor de geallieerde militairen. In de kelder huisde een onderduikersgezin. Na de Tweede Wereldoorlog kregen woonhuizen steeds vaker een douche en zelfs fabrieken legden die aan voor hun personeel. In 1985 was de tijd van buitenshuisbaden voorbij. Dit badhuis, met inpandige beheerderswoning, is gebouwd in een stijl die invloed vertoont van de Amsterdamse school. De buitenzijde van het badhuis is opgetrokken uit donker en lichtrode baksteen, gemetseld in Vlaams verband. De letters badhuis zijn gesmeed en rijk geornamenteerd. Het interieur van de voorbouw is grotendeels bewaard gebleven. De wanden zijn bekleed met gekleurd terrazzowerk in bruin, rood en groen tinten, waarin een rand relief tegels is verwerkt. De beheerderswoning zat op de eerste verdieping van de voorbouw. Ook hier zijn oorspronkelijke elementen aanwezig, zoals de eenvoudige stucplafonds en de keuken met keuken- en aanrechtkastjes. Vanaf 1988 bood het badhuis onderdak aan Jeugdtheater Te Neter. Sinds 2002 doet het dienst als thuisbasis van theatergroep Quatta. Het badhuis was natuurlijk ook een ontmoetingsplaats. Hier werden de laatste nieuwtjes en roddels besproken. Dat maakte dat badhuizen lang deelgenoot zijn geweest van onze cultuur. Echter, in Amsterdam staat het allerlaatste badhuis van Nederland. Deze zit er al bijna 120 jaar. We zeiden Amsterdam. Hier op de Daalseweg is geen bad of douche te bekennen. Maar wat doet hij nou?